Oké, ik ga je meteen naar boven. Ondertussen wordt hier een kat in beeld gebracht. Onze schitterende huiskat, Mihoen. Hallootjes, lieve kijkertjes. Leuk dat jullie weer kijken naar Zalfje. Ik zit vandaag in de map en ik ga mijn best doen. Woe! Oké, ik heb deze map echt nog nooit gedaan, dus dat scheelt. Het is altijd fijn om een map nog nooit gedaan te hebben. Vishengeltjes zijn altijd handig, dat hebben we gezien in de verleden, in mijn vorige aflevering. Dus ik zou zeggen, gewoon meenemen in een handel. Wat gaat hij doen allemaal? Hij gaat er een beetje naar boven bouwen, hè? Geen probleem, daar zit ook nog een kistje, heb ik net gezien. Oeh, pijltjes. Oeh, diamond sword. Oeh, wat heb ik weer ineens goede dingen bij me. Ineens, oh, eitjes. Altijd leuk, altijd eitjes nemen. Goed, laten we meteen naar boven gaan. Heb ik hier nou een... Ik heb hier gewoon een enchantment table. Dat is echt mega overpowered of wat. Oké, laat ik dat ook even doen hier naar boven bouwen. Ik heb ontdekt dat hier een kistje zit. Tenminste, net zat ik er boven te kijken en dacht, hey, daar zit een kistje. Laat ik die gewoon even meteen pakken. Pijltjes, nog meer eitjes. Super chill, super chill. Goed. Hij is al meteen... Oh, hun gaan alle twee van mij vandaan. Nou, oké. Dan weet ik al heel graag ik sta. Oké, nee, ik ga gewoon even kijken. Ik ga gewoon... Oh, au. Oh, hij komt terug. Oh, ei, au. Hou op. Nee. Oh, hij schiet gewoon. Hij is gewoon gek, hè. Hij is een beetje gek aan het doen, hè. Valt me op. Even mijn vishengel iets meer naar achter zetten. Eitjes. Oh, gooi ik nog iets weg? Nee. Ja, vriend. Stop met schieten. Kom naar me toe. Of ik kom naar jou toe. Ik ga gewoon naar hem toe bouwen. Dat ga ik nou doen. Want hij gaat nou dat kistje daarboven pakken. Dus hopelijk heeft hij dit niet door. Daar ga ik. Oeps. Oké, dat gaat ik misschien al. Nee, nog niet. Wel, ga ik wel. Oeh, van achter. Hoe dan? Nee. Oké, ik werd er net super hard afgeschoten. Maar, geen paniek. We spelen gewoon nog een potje Candy. Woe, Candy. Oké, Candy is ook een naam, hè? Zit ik me nou ineens te bedenken. Ja, er heten mensen Candy. Ja, dat is echt een topnaam. Dus, mocht je Candy heten, toevallig. Laat dan sowieso even een reactietje achter. Dan speel jij misschien voortaan nog een keertje met mij op YouTube. YouTube! Oh yeah! Oké. What the fuck was dat? Oh yeah. Ik hoor gewoon al iemand bouwen. Ralf, stop dan. Ga kijken. Kijk om je heen. Waar dan? Hier! Hier is hij! Nee! Wat doet hij? Oh joh, hij valt me aan met zijn... Hoe dan? Hij doet het met een hangbel! Oké. Twee keer verloren. Ze zeggen altijd drie keer een scheepsrecht. Dus nou komt gewoon mijn potje, weet je. Sport, dat was sowieso al mijn potje vorige keer. Dus nou wordt het gewoon weer mijn potje. Gewoon weer. Laat ik gewoon alles voor meepakken. Ik heb trouwens een leuke reactie gehad. Ik zal hem even nu in beeld laten komen. Boom. Mooi effect. Dat een diamond sword toch beter is. Ja. Nou weet ik dat je hier naar beneden kan. Dat weet ik, want ik heb dat de vorige keer ook gedaan. Maar nou zie ik het niet. Oh, hier, wacht. Dat is niet de legale weg, volgens mij. Oh, maar wel. Dit is handig. Wel een boog en een Chimen? Diamond chestplate. Dat is wel fijn. Huh? Kijkertjes. Hé, nou zit hier wel ineens een kist. Oké, dat had ik de vorige keer niet. Laat ik gewoon alles meenemen. Voetjes had ik nog niet namelijk. De broek kan ik ook aantrekken. Oké, nou laat ik gewoon weer terug naar boven gaan. Oh, moet ik anders naar beneden de hele tijd. Hier staat ook nog een kistje. Waar ben je? Ik hoor voor... Ik zie het heel slecht. Heel slecht. Oh, hier. Oh, die heb ik al. Oké. Ik heb twee sneeuwballen. Dat is spannend om hem eraf te gooien zo, hè. Pap. Oh, net niet. Oké, ik eet gewoon stiekem een appel. Oké, laat hem maar komen. Hoe dan? Ik word heel de hele tijd eraf gemapt.
Oké, kijkertjes. Ik heb het gewoon nog geen één keer spannend kunnen maken. Dus laat ik hopen dat het deze keer wel lukt. Nu al 3 potjes verloren. Ja, dat is niet goed. Ik weet het. Sorry daarvoor. Maar heb je een beetje medelijden? Klik dan alvast op een blauw duimpje. Want dat zou ik super tof vinden als je dat even doet. Uit medelijden is dat wel leuk. Even kijken of ik deze ronde iets beter mijn best kan doen. Voor mijn trouwe kijkers. Mijn trouwe kijkertjes. Het ziet er alleen nog niet heel veelbelovend uit. Want ik heb nog niet heel veel soeps gekregen. Ik heb wel soep. Ha! Maar niet heel veel soeps. Wel veel pijltjes. En appels. Dat was het denk ik ook. Hé, ik zie daar... Oh nee. Ha. Ik heb niks te zien. Niks te zeggen. Niks te zien. Even kijken. Ja, Dirk. Wat kan ik hier nou mee? Zou ik iemand dood kunnen schieten? Hij heeft gewoon al diamond alles. Ik ga gewoon hem... Oh, daar zit gewoon daar zit een chest in. Hoe dan? Heb ik een pick? Nee. Dat moet even zo. Heb ik een pick? Dat is een hele gek... Heel gek wat ik daar zei, hè? Ik bedoel een pickaxe natuurlijk. Pickaxe. Dat is wel een beetje gek. Beetje gek, Ralf. Beetje vreemd. Oké, ik heb nou wel een zwaardje. Dat is wel op zich... dat is fijn. Omdat je dan... kan aanvallen en zo. Oké, laat ik gewoon naar de buren gaan. Hoppakee. Want je kan het beter maar geprobeerd hebben. En ik weet niet of hij er nog is. Het ziet er niet naar uit namelijk. Hij is de enige die mij zo eraf kan tikken, toch? Eens, toch? Waar is deze dude? Die is er al afgesprongen. Lijkt het wel op. Huh? Deze dude is weg. Heeft hij nog iets laten liggen? Oh. Nou, laat ik dat gewoon meenemen. Je weet maar nooit. Je weet maar nooit. Je weet maar nooit. Oké, hij heeft een heel fort gebouwd. Dat wil zeggen dat hij echt niet van plan is om... hier eraf te springen. Eraf te komen. Hij heeft wel niks in de gaten. Of wel niks? Hij heeft niks in de gaten. Dus ik ga gewoon even kijken. Jij kleine rotzak, hè? Ja. Hel. Hop. Ja, met z'n tweeën schiet op hem dan. Komt er iets van die kant? Nee. Waarom schiet ik zo? Ik schiet echt heel hard mis. Oh, nou schiet ik beter. Heb ik eigenlijk lava? Heb ik lava, dames en heren? Oh! Die heb ik nog niet, zeg maar. Die heeft hij gewoon laten liggen. Ligt er nog meer aan dan? Pickaxe is ook wel handig om mee te nemen. Ja, als jij hem even raakt... Ik raak hem gewoon. Ja. Hey, even snel doorbouwen. Om dat kan. Ik zie dat ik moet gaan eten, dus ik doe eventjes een soepie. Eventjes een soepie eten. Oh, kijk, dit is lachen. Hop, hem nog een keer raken. Oh, nou zit ik wel behoorlijk in het voordeel. Behoorlijk in het voordeel. Laat ik snel doorbouwen. Hij staat goed in de fik. Als ik even doorschiet op hem, dan... Als ik hem raak... Ja, ik raak hem! Oh, maar dat is niet goed genoeg. Wacht, hij probeert mij ook te schieten. Even een appeltje eten. Niemand zeggen. Even een klein appeltje eten. Het is nu al spannender dan de 3 potjes hiervoor. Dat sowieso. En laat ik gewoon gaan. Ja, ik zag jou wel. Kleine rotzak. Waar is die andere? Die andere is al af. Oh, hier is die andere. Oh, die springt ernaast. Ik raak hem. Ik zet hem in de fik en ik raak hem nog. Wow, water. Ja, moet ik een blok opzetten, anders komt hij met dat water omhoog. Doei. Hij is dood. Oh, niet teamen. Oh, dat is zo niet leuk. Ik moet gewoon mijn... ik moet iets inzetten wat dat ik ze eraf kan mieteren ofzo. Ja, dat ga ik proberen. Goed, je weet natuurlijk nooit hoe dat lukt of hoe dat uitpakt. Oh, dit gaat niet goed, Ah, waarom teamen mensen nog steeds? Rustig worden. En dan moet je gewoon even dit gaan doen. Gewoon Tetris, weet je? Gewoon even Team Skywars. Als je gewoon
in de gaten krijgt van, hey, het lukt je niet alleen, dan moet je gewoon even een teampje opzoeken. En dat heb ik gedaan, dames en heren, of lieve kijkertjes. Ik heb een teampje opgezocht. Dit is mijn team. Hier moeten we het mee doen. Met Goku nog iets. Dus laten we het gewoon even proberen met een team. Weet je, dat is gewoon... Soms is dat even nodig, hè. Om eventjes... Eventjes gewoon... Oh, daar staan alle diamonds. Oh, daar ga ik zeker naartoe. Ha! Want ik heb een diamond pickaxe. Dus dat is sowieso chill. Oké, laat ik er snel naar mee gaan. Zijn hier nog kistjes? Ah, man. Ze zijn me allemaal voor. Hier staat er ook nog één, toch? Chill. Nou ja, het is niet echt dat je zegt van... Ralf, je hebt echt super goede items. Ga ervoor. Maar goed, ik heb wel diamond blocks. Dus ik hoef eigenlijk nog alleen maar een chestplate. Dus dat is ook wel heel chill. Oh, ik gooi ze gewoon weg. Kan gebeuren. Ik heb maar 3 hout. Oh, ik kan hier... Oh, wacht even. Oeh, een golden apple. Dat is nog wel chill. En boog. En pijltjes. Dat is nog wel chill. Kijken of ik nog wat hout kan fixen dan. Dat ik eventjes een crafting table maak. En dan kan ik eventjes mijn chestplateje maken. En op zich kan ik dan gewoon gaan aanvallen. Want laten we eerlijk zijn. De aanval is de beste verdediging. Chill. Yeah. Goed gezegd, goed gezegd. En ik ben natuurlijk een teamplayer. Dus ik geef gewoon wel eventjes mijn diamonds aan deze dude. Ares, Tim. Naam. Moet je maar even opkomen. Laat ik blokjes hakken dan. Dan kan ik gaan bouwen en dan kan ik het spannend gaan maken. Hopelijk staat mijn team achter me. Dan gaan ze gewoon keihard met me mee rushen. Dus altijd weer afwachten natuurlijk hoe dat gaat lopen. Ik zie wel een man of vrouw boven staan. Dus laat ik daar gewoon vooral naartoe gaan. Ik ga altijd zo via de zijkant naar boven trouwens. Altijd. Bijna altijd. Maar wel vaak. Ik merk dat ik dat fijn vind, omdat je dan, je krijgt en blokjes en je gaat naar boven. Haha. Oh, lava. Oh, ik heb al drie. Ik heb al drie van die lava dingetjes. Ik kan natuurlijk wel nog mijn gear enchanten. Hè? Dat is niet een hele overbodige luxe. Waar was dat ook alweer? Oh, hier. Haha. Laat ik het gewoon proberen. Misschien krijg ik knockback. Sharpness 2. Level 14. Dat red ik nooit. Dat red ik gewoon nooit. Nou ja, goed. Laat ik deze maar pakken. Smite. Oh, daar heb ik helemaal niks aan ook. Misschien kan ik een houten zwaardje maken met knockback. Dat is ook handig, hè? Sharpness. Daar zit ik niet echt op te wachten. Nou ja, laten we dan maar skippen die handel. Ja, dan laten we dat maar skippen, ja. Ja, ja, ja. Nou, dan gaan we gewoon... We zetten die wel op 1. Dat is natuurlijk wel de beste aanvalmethode. En dan gaan we gewoon nog even blokjes hakken. Ja, dat gaan we doen. En dan gaan we bouwen. We gaan gewoon bouwen. Hier is al iemand begonnen met een blokje tarwe. Oh, wacht even. Hey, er is al iemand dood van ons team. Oh, ik heb niet echt een idee wanneer dat gebeurd is. Maar laten we gewoon vooral daar niet te lang bij stilstaan. Laten we gewoon snel. Zo snel als we kunnen. Ja, terwijl hij nog hier iets dropt. Maar dat heb ik eigenlijk niet meer zoveel aan. Nee, we gaan gewoon snel door. We gaan gewoon naar het volgende eilandje. Even kijken of niemand ons ziet. Hij gaat wel mee. Dat is altijd fijn. Weet je, dan heb je tenminste het gevoel dat iemand met je meegaat. Iemand met je meegaat. Even kijken hoor. Ik kan gewoon doorbouwen. Volgens mij is hier helemaal niemand. Oh, hij gooit mij bloks. Ja, laat mij maar bouwen, vriend. Ik zal wel bouwen, dat is geen probleem. Ik vind bouwen altijd een leuke bezigheid. Hè? Beetje blokjes plaatsen. Hoppakee. Hop, 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 hop. Hop. En we zijn er al, hè? Ja, hop. We zijn er al. We zijn er al. Oké, ik ga je meteen naar boven. Ondertussen wordt er hier een kat in beeld gebracht. Onze schitterende huiskat. Mihoen. Hoppakee. We willen natuurlijk ook even minecraften. Minecraften. Dankjewel, Mihoen. Oké, hij is nog steeds bij me, Ares. Ares, je bent goed bezig, jongen. Laten we gewoon... dit overleven toch wel. Wow, dat waren ziek veel hartjes, maat. Oké, hier gaat iemand dood. Laat ik dit doen. Ik doe dit, ik doe dit, ik doe dit. Wajo, ik zit zwaar in de problemen. Oh nee. Dit water. Oh. Man. Was me dat even spannend.
Hey, hier is nog iemand. Lars, laat ik hem helpen. Van achter, hij heeft het niet door. Vuile rotzak. Ik moet een appel eten, mensen. Ik help hem. Kom op, teammaat. Kom op, mappen. Hij heeft mijn teammaat gewoon. Oh, ik sla gewoon ook niet met mijn Diamond Sword. Echt super handig, Ralf. Oh, wat stom. Oh, nog net op tijd, want ik ging een appel eten. De kleine dief. Oké, dat was echt een beetje spannend. Maar was wel een beetje noob. Sorry mensen, ik ben gewoon nog niet zo heel goed. Kan beter maar eerlijk zijn, toch? Maar, ja, vooral sorry teammaat. Weet je, ik heb mijn teammaat een beetje in de steek gelaten hier. Ik ga even controleren wat ik allemaal nodig heb. Heel veel dingen heb ik niet nodig. Dit heb ik namelijk allemaal al. Wat is dit? Unbreaking. Heb ik al. Nou heb ik wel dit nog zo. Nou ja, dit is wel eventjes genoeg. Ik moet niet daarin zwemmen, want dan krijg ik al die shit weer in mijn inventory. Yeah! Zal ik de lava opgooien, dat niemand het meer krijgt? Nee, weet je wat? Ik ga gewoon meteen door. Even kijken waar ik heen kan. Oh, die blokbug, die is zo vervelend, hè? Goed, we gaan gewoon even kijken. Sorry teammaat, nogmaals. Ik heb je een beetje in de steek gelaten. Maar, ik heb het overleefd, dus ik ga dat gewoon rechtzetten. Ik ga gewoon zorgen dat wij... Oh, van achter komen ze nu. Wat gaan we daar tegen doen? Sowieso dit even eruit gooien. Want dat heb ik toch niet nodig. Lava heb ik wel nodig. Laat ik even wat bloks pakken voor mijn neus. Oké, dan gaan we gewoon bouwen naar boven. En dan kijken we wel waar we uitkomen. Misschien moet ik even shift inhouden, zodat ze niet zien waar ik ben. Altijd een handige tactiek om dat niet te laten zien. Oké, hij zit daar. Wat zit hij daar te doen? Zal ik er gewoon heen gaan? Weet je, wat kan er nou allemaal misgaan? Laat ik er gewoon heen gaan. Ik heb wel nog 4 gouden appels. Oh, mijn beeld versprongen is heel raar. Daar is hij. Ja, ik zie jou wel. Kleine boef. Even denken. Hij gaat gewoon meteen... Oh, mijn oortje valt uit. Ik moet even mijn oortje rekken. Terwijl hij mij bijna doodschiet. Hey vriend. Stop eventjes. Alsjeblieft. Oké, laat ik hier niet zo moeilijk en... Ik was even mijn oortje rechten doen. Dat was niet zo handig, mensen. Maar goed. Ik ben er nog. Ik heb ook een powerboog. Hè? Waarom doe ik dat niet? Ik heb ook lava. Is er lava droppen ergens? Ik ga iets doen wat hij niet verwacht, denk ik. Oh, hij zit nou toch die spullen op. Oh, normaal gooi ik toch altijd lava op, mensen. Maar ik dacht, laat ik het nu een keer niet doen. Hij weet niet dat ik hier ben, trouwens. Dus dat is gunstig. Ik eet even mijn appeltje voor de zekerheid, want ik ben gewoon bijna dood, zie ik. Oeps, dat was een stom foutje. Hij dropt lava. En wat kan ik daar tegen doen, mensen? Hij wordt wel aangevallen van de andere kant. Oh, en nou is hij ineens bij me. En ik sla hem gewoon in zijn eigen lava. En ik sla die andere dude ook in de lava. Oh, nee. Hij slaat me eraf. Nee, in het water. Ah, spa! Oké, kijkertjes, vond je dit, ondanks al mijn verliezende potjes, toch een leuke video? Klik dan even op het blauwe duimpje hier beneden. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, dat zou ik super leuk vinden. En wil je nou een keertje meespelen in mijn YouTube kanaal? Dat kan, want je mag altijd inbreken bij mijn YouTube kanaal. Vergeet dan niet even een leuke reactie te plaatsen hier beneden. En wie weet speel jij dan voortaan mij op YouTube. Yeah!